Cultuur met een grote C hebben we nog, dames en heren. Want maandag staat er nog eens een Belgische in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool. Sylvia Huang, 25 jaar oud, Katelijne Boon, collega bij Clara. Met een Chinese vader. Ja. En jij presenteert ook de koningin Elisabeth. Ja, ik heb twee rondes al achter de rug. Eerste ronde en halve finale. Hoogdagen zijn dat. Ja, voor de melomanen zijn dit inderdaad belangrijke dagen. En vanaf volgende week, maandag 20 tot en met 25 mei, hebben we de finale week. En Sylvia mag die op gang trappen als tweede maandag. Van de avond, maandag. Ja. Kan ze winnen? Ze kan absoluut winnen. Ja? Ze heeft alles in huis om het goed te doen. Ja. En je hoeft dus helemaal geen chauvinist zijn om ze goed te vinden, want ze is gewoon keigoed. Ze heeft je al doen huilen, heb ik gelezen. Ik was echt ontroerd bij haar recital. Ze heeft er een prachtige sonate van Janáček gespeeld. Met zoveel inlevingsvermogen. En dat ze mij helemaal mee had. Ze heeft techniek. Ze heeft fantastische trefzekerheid. Maar wat daar vooral gegeven is de kunst om haar viool te doen klinken in verschillende kleuren. Dat moet je zeggen, want ik lees zo van alle dingen die ik niet begrijp. Ik ben helemaal geen klassiek geschoolde muzikant. Wat bedoel je daar dan? Wel, een viool heeft een heel palet aan. Het kan klinken als een trompet, maar evengoed het geruis van een beekje of zo nadoen. En zij slaagt erin om al die verschillende klanksoorten uit dat instrument te toveren. En ik zie daar iemand knikken. Dus. Ja, helemaal ontdaan. We zitten met twee of misschien drie liefhebbers aan tafel. Hè, van ook een liefhebber hier, heb ik al gemerkt. Een liefhebber, maar geen kenner. Absoluut niet. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben een heel klein, nederig amateurtje in een klein hoekje. Van viool? Nee, orgel. Maar heel klein, hoor. Dat stelt niks voor. Maar ik weet hoe moeilijk dat is. En ze doet het lijken alsof het niks is. Ze speelt het met zo'n verbluffend gemak. Soeverein, dat is niet te geloven. En dan, wat u daar zegt, een muzikaliteit. Ja. Echt mij de adem af. Maar waar zit hem dat in? Leg me dat eens uit. Talent, hè? Nee? Ja, puur talent. Ja, heel veel werken, talent, maar werken. Heel hard werken. Er is geen talent zonder te werken. Maar het verschil op dat niveau nog het verschil maken, dat vraag ik me af. Waar maak je dan het verschil mee? Waar zij enorm mij ook mee ontroerd heeft, is dat zij volledig muziek dient. Ja. Dat is iemand die geen capsones heeft, die er niet naar streeft om de grote ster te zijn op het podium. Maar zij wil de muziek die de componist gemaakt heeft zo respectvol mogelijk brengen. Zij wil eigenlijk echt communiceren. En zie je dat dan? Voel je dat dan? Je merkt dat aan allerlei dingen. Het is iemand die niet kiest voor het grote gebaar of de grote gestiek, maar iemand die echt gewoon de muziek brengt. Ja. Heel dienend. Heeft dat iets te maken met het feit dat zij al jaren in grote orkesten speelt? Dus in een groep speelt? Of? Wel, in elk geval heeft bij ze daar wel geleerd om te luisteren. Orkesten natuurlijk. Hè? Ja, het beste orkest ter wereld. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk. Ze was 17 als ze voor het Nationaal Orkest van België. Maar ze heeft nog in het orkest voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd gezeten. Hè? Daar hebben we ook bij. Want dat is mooi. Ja, inderdaad. Ziet, en daar vertelt ze ook. Ze zat daar met haar neus op die finalisten van de pianowedstrijd toen. En ze heeft toen gedacht, ik ga dat nooit doen. Want kijk. Dit is 2013. Dat is Mateusz Borowiak, Poolse pianist die derde is geworden. En zij zit daar echt vlakbij. Dus ik kon echt ook zien hoe die mensen daar staan te zweten. Ja, onwaarschijnlijk. Maar ze kent nu ook al die muzikanten. Ik kan verzekeren, er was al heel veel animo voor de wedstrijd begon van ons Sylvia. Maar dus nu Sylvia erin is, dan iedereen is zo opgewonden. En ze gaat daar omringd worden door
ex-collega's, maar ook vrienden. Hè? Maar is dat, ze schijnt zelf ook enorm verbaasd over haar prestaties. Ja, ze enorm. Heel, ja. Ze reageert ja, ze is heel natuurlijk. En het is echt mooi om te zien precies of ze zichzelf verbaast. Ja. Ook. Dus dat pleit wel voor haar, vind ik. Ik denk dat het een natuurtalent is. Het is een absoluut natuurtalent. Dat zag je ook al in dat klein filmpje. Wel, willen we dat nog eens erbij? Want dat is iets wat ik wil. Dan denk ik van 10 jaar oud was ze toen. Ik ga het er nog even bij halen. Hè. 10 jaar oud. En dan denk ik van, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar dat, als je dat waar gaat die viool met dat kleine meisje naartoe? Maar op 10 jaar, dat is toch onwaarschijnlijk? Wat ook opvalt, is dat in die ganse selectie van de finale, dat daar zoveel Aziaten in zitten. Mm-hmm. Want zij is ook een stukje Aziatisch. Haar vader is... 9 van de 12 finalisten hebben Aziatische roots. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ten eerste omdat er wel in die Aziatische landen enorm wordt ingezet op muziek en op cultuur. Ten tweede wordt er ook wel eens gesuggereerd dat ze onder andere een heel fijne motoriek hebben. Ze eten ook fantastisch makkelijk met stokjes. Maar het is ook een soort van werkethos. Hè. En alles opzij zetten om daar te geraken. Je hebt heel veel, bijvoorbeeld de allereerste man die speelt, Luke Su, is een Amerikaan met een Chinese achtergrond. Die vertrekken ook heel vaak heel vroeg naar de States om daar te gaan studeren op de beste scholen, bij de beste leraars. Vaak rukt dat ook gezinnen uit elkaar. Hè. Blijft mama achter met het andere kind en gaat de papa met het getalenteerde muzikantje erop. Dus zij zijn bereid om die offers te brengen. Ja, maar het valt ook op dat de meeste van die Aziaten in Amerika of in Europa gestudeerd hebben. Ja, en daarom zijn ze ook steeds beter geworden. Vroeger, in de vroegere edities, dan had je heel virtuoos, technisch superieure artiesten, maar die hadden te weinig muzikale bagage om indruk te maken. Maar laat ons nu maar trots op onze Belgische zijn. Hè? Ze gaat maandag een stuk spelen, begrijp ik. Een concerto van Antonin Dvořák, wat we sinds 1971 niet meer gehoord hebben. Ja, dan vraag ik me af, is dat dan een risico? Of... Wel, het is ook nog bijzonder, omdat ze het ook nog niet blijkbaar met orkest gespeeld heeft. Wat ook al uitzonderlijk is, begrijp ik. Wat ook maar zegt dat ze dit ook niet gezien heeft als een soort van strategie. Nu ga ik de eerste en de beste worden. Zij wou heel graag die wedstrijd eens meedoen, omdat die zo gerenommeerd is. Het feit dat je dat durft, een stuk dat zo lang niet meer gespeeld is, dat je nog nooit met een orkest hebt gespeeld, wat ook niet de gewoonte is, begrijp ik. De meeste zorgen dat ze wel beslagen op het ijs komen. Maar zegt dat dan iets dat ze veel vertrouwen heeft? Ja, en dat ze ontzettend veel van die muziek houdt. Ja. Ik denk, ze wil heel graag dat concerto eens spelen. En dit is een uitgelezen gelegenheid. En ik denk dat ze misschien niet verwacht had, misschien wel gehoopt om zo ver te geraken. Maar het is nu zover. En het is een thuismatch. Benieuwd. Ik hoop dat ze niet te veel stress heeft. Nee, dan. En ze is dus gisteren binnengegaan in de muziekkapel om het verplicht werk te studeren. Op afzondering. In afzondering. Dus best spannend, maar ik hoop dat heel België meeduimt. Hè. Ja. Ze verdient het. We kunnen kijken... Van maandag tot en met vrijdag op het kanaal van Ketnet, Canvas Plus. En op zaterdag de grote finale avond met de proclamatie op Canvas. Er zitten heel leuke reportages in. Ik heb altijd een goede violist, een muziekkenner en een muziekminnaar in mijn panel zitten. En, ik hoor dat Michel Wuijs langs komt. Ja, die hebben we moeten vervangen. Het zal iemand anders zijn. Sorry, Michel. Ligt eruit, heel jammer, want die had er zelf naar uitgekeken. Ja, ook een grote liefhebber. Goed. Ja. Vergeet er niet van te genieten tussen al dat harde werk. Door, zeker en vast. Dat gaan wij ook doen. We gaan kijken en duimen natuurlijk. Hè. Het is de grote verwarming in plaats van de grote verkilling. Veel succes. Veel succes. Dank je wel. Dank je wel voor je komst. En dank je wel ook mijn andere gasten. Tot ziens.